Hello. We waited all through the year for this day to appear. Zoals Michael Jackson dat zo mooi verwoordde. Nee, zoals Bryan Adams dat zo mooi verwoordde. In een van zijn toppers. Toppers deluxe. Ja. Nee. En aan dit requisietje kunt u zien dat we het hier hebben over een kerstvideo. Want anders zult u bij uzelf denken, wat zit die kale mogol daar nou voor het raam te lullen over vreugde en onzin. Dus, vanuit deze zetel wil ik iedereen een heel gezegend kerstfeest vieren, zien, wensen. Ik wil ze wensen. Ik wil jullie alle wensen. Ik wil jullie kerst een heel gezegend, een vreugdevol kerstfeest vieren. Nee, ik wil jullie een heel gezegend kerstfeest wensen. Voor alle Nederlanders. Ook de Marokkanen. Ik noem die er expliciet bij, want ik maak geen verschil. Maar door ze zo expliciet te benoemen, maak ik toch heel slinks onderscheid. Gemeen, hè, van mij. Want zo zijn wij. Goed. Wat eten we vanavond? Gerookte eend. Tartaar van tomaat. Yellowfin tonijn. Sashimi van rund. Kokkie. Thaise kokossoep. Palingnage. Persian caviar, 5 gram. Ganzenlever, 80 gram. Ravioli als tussengerecht. Dan hert. Twee bereidingen van rundersucade. Wagyu staartstuk. En bavette. Rogvleugel kabeljauw. En als dessert frambozenganache. Abrikozen crèmeux. 3 bereidingen van ananas. Ananas. Assortiment kazen en Sophie's zoetigheden. Dus lieve mensen, vanuit deze zetel wil ik iedereen een heel gezegend kerstfeest vieren. En niet alleen voor ons, de mensen die het goed hebben. Maar denk ook eens aan alle mensen die het niet zo goed hebben. Wanneer u uw gezicht volpropt met ganzenlever, denk dan even aan degene die maar 3 rijstkorrels heeft te vreten. Deze kerst. Gezegende kerst.